Erik, waar ben ik eigenlijk? Hoe heet het dorp? Ik zit in een... Ik zit in de dorp... De Heurne. Bij Dingspoor. De Heurne. Wat is jouw vraag? Ik zoek een maatje. Een maatje? Ja, ik zoek iemand waar ik leuke dingen mee kan doen. Mee zwemmen of af en toe helpen met koken. Of je spelletje doen of of gezellig koffie drinken. Het is allemaal niet heel ingewikkeld, maar gewoon leuke dingen samen doen. Ja, ja. En ergens naartoe gaan. Maar heb je dan heb je geen vrienden? Nee, die nee. Mijn kameraad is ook getrouwd en die heb ik zelf. Die heeft ook zijn eigen dingen. Mensen hebben druk met van alles. Ja. Give a little time to me. Burn this out. We'll play hide and see. Oh, dat is een goede shoebak, hè? Ik ga me heel erg toe. Omschrijf jezelf eens. Wat ben je voor man? Lief. Humor. Wat ik wel in en beetje humor. Het is wel vol, hè? Ja. Kom op. Ja. Ja, ik moet gewoon weer inkomen. Ik doe dat niet zo vaak. En hoe moet ik tellen dan? Want dit is 1 en 4 en 3 en 2. Is dat dan 20 of is dat 2? 1. 1, dat is 2. Dat is 2. Nou, die telt ook, hè? Die zit, kijk dan, kijk dan. Weet je waarom die het niet doet? Ja. En loopt slecht, hè? Wat is er met jou dan? Ik weet dat 6. Toen word ik dan bij mijn vader en moeder op de boerderij. En toen heb ik ruzie met mijn koe. Je kreeg, wacht even, je kreeg ruzie met een koe? Ja. Hoe ruzie met een koe? Een koe. Je bent omver gelopen. En de koe bleef me drukken. En toen wat had je? En een heup gebroken. En die heup heb ze toen aan elkaar maken met schroeven. En en in 2011 heb ik een zwaar auto-ongeluk gehad met iemand anders achter stuur. Tegen de boom. Ja, en dan ben ik ook nog een keer weg geweest. Goshie. Ja, heb ze mij een keer in slaap gehouden. Omdat die been helemaal kapot was. Oh. Je hebt wel wat meegemaakt, hè? Ja. Jij woonde op de boerderij bij je ouders. Ja. En toen is je vader overleden en toen ben je daar weggegaan. Maar als je ouders nou nog hadden geleefd, had jij dan nog op de boerderij gewoond? Ja, ik denk dat ik dan gewoon bij mijn vader en moeder heb gewoond. Ja. Ik doe het voor de hart. Ja, maar je hebt ook hele lieve buren. Ja. Lieve buurman. Ja. Wat doet die dan voor je? Die gaan boodschappen met me doen. En ze komen geregeld hier kijken of ik het wel een beetje netjes heb. Vind je dat fijn? Ja. Dat betekent dat je meer moet oefenen. Even vaker spelen. Zo, nu even gewoon. Nou, even tellen. Dan gaan we een eindje rijden. Even kijken. 1, 2, 3. Oh, ik ga verliezen. 17. En 2, 19. Mag ik u feliciteren? Dankjewel. Van harte gefeliciteerd. Ja. Jongen, wat een stom spel. Mama, mama,
En dat is die leuke buurman die jou zo helpt, hè? Zeker, ja. Dankzij die man kust dus met u in de maat. En dat kan ook wel lopen. Maar wat lief dat je zo naar hem omkijkt ook. Ja, natuurlijk, dat moet ook. Wat is hij voor jongen? Omschrijf hem eens. Hij is best een hele goede jongen, alleen hij is lui. Dus je bent een beetje lui. Heeft de buurman gelijk? Ja, in die zin heeft gewoon even die stimulans nodig. Ja. En wij er niet achteraan gezien, dat had er nooit meer gelopen. Nee. Ja, lukt ie? Ja. Zo, uw persoonlijke chauffeur. Ja. Ja? Mooi. Dat maak je niet vaak mee. Dat ik jou rij? Ja. Nee. Je hebt een cd'tje meegenomen? Ja. Want je bent fan ergens van? Ja. Van wie? Van Dix Smartlapcore. En dat cd'tje, daar staan een heleboel nummers op. En je hebt één speciaal nummer wat we nu gaan luisteren. Ja. Wat is dat voor nummer? Een kind zonder moeder. Een kind zonder moeder? Ja. En waarom vind je dat zo mooi? Ja, dat spreekt me wel aan, omdat mijn moeder toen ook overleden is. Ja. Dus we gaan een beetje een verdrietig nummer draaien. Ja. Maar we gaan wel vrolijk zingen. Ja, probeer dat. Ja, oké, goed zo. Even kijken hoe ik hem aankrijg, hoor. Vaas zonder bloemen. Wat denk je nou als je dat nummer hoort? Ik kreeg toch wel brak in de keel. Ja, dat snap ik. Ja. Het is wel een gemis, hè? Ja, dat begrijp ik helemaal, jongen. Hey, en zij hebben binnenkort ook een optreden, hè? Daar zoek je ook iemand voor die lekker met jou meegaat. Ja. Naar het Smartlappenkoor, het Dinxper Smartlappenkoor. Wanneer is dat optreden? In 29 november. November. Kopje koffie, beetje lachen, kletsen en sjoelen. En op zondag 29 november naar het Dinxper Smartlappenkoor. Bent u het maatje waar Erik naar zoekt? Meld u aan. Dat is fijn voor Erik en fijn voor u. Kijk op geldlandhelpt.nl.